De tocht startte in Almere, voerde langs de Oostvaardersplassen en Lelystad naar de voormalige eilanden Schokland en Urk. Via windmolenpark Oost-Flevoland bereikten we Friesland, waar we ons de volgende dag verdiepten in het lot van mensen die er 2 eeuwen terug wel heel wat minder hadden dan hun tijdgenoten. We waren te gast bij de Stichting Maatschappij van Weldadigheid, die het opnam voor de minder bedeelden door het stichten van de zogenaamde kolonies. Op de beelden zie je dat we er nogal luchtigjes bij lopen. De reden hiervan was dat we ons werk deden in een gemiddelde temperatuur van 38 graden. Bij dergelijke temperaturen gaan de meeste mensen naar het strand om zich overvloedig zowel te laven aan de zon als spijs en drank van de strandtenten. Er zijn ook mensen die dat niet doen en kiezen voor minder. Zoals enkele mensen die verkoeling zoeken aan de kust van de voormalige Zuiderzee, het IJsselmeer. Eén daarvan is Rob Doorn, een verse pensionado die samen met zijn Finse vrouw geniet van de rust langs het meer. Wij wonen hier om de hoek, letterlijk. En we zijn hier terechtgekomen omdat het veel te warm werd en we een verkoelend plekje zochten. Nou, dat is deze dijk bij uitstek. Er is hier altijd wat te zien, het waait altijd lekker en we zijn in 10 minuten weer thuis. Nou, kies je in plaats van meer, kies je voor minder. Want er is geen bediening, geen strandtenten. Is dat een bewuste keuze? Ja en nee. Wij zeiden de afgelopen dagen van hier zou dus de provincie of de gemeente veel meer mee moeten doen. Want het is een prachtplek eigenlijk. Maar aan de andere kant, als ze dat doen, dan zit het hier volgend jaar helemaal vol. Dus eigenlijk is het ook wel een keuze om hier lekker te gaan zitten. 'S Morgens zijn we vaak de eersten die hier zitten. Broodjes bij ons, koelbox bij ons. Gewoon zelf voorzien. En dat bevalt prima. En hoe lang doen jullie dat dan? Nou, nu inmiddels al een dag of 10 eigenlijk achtereen. Soms een dag niet, maar... En we zien vaak dezelfde mensen om ons heen die dit ook doen. Dat. Dus het is kiezen voor minder en het toch is... meer en toch meer. Ja, zo kun je het wel zeggen. Na de grote storm van 1910 besloot de Nederlandse regering de Zuiderzee in te polderen. Daarmee begon men in 1932. 10 jaar later kwamen de eilanden Schokland en Urk droog te liggen en dat betekende voor Schokland dat het eiland weer bewoond kon worden. Maar dat was ooit wel anders. Door de vermindering van het land, lees ik hier, werd Schokland steeds kleiner. Regelmatig overspoelde het water het eiland, de huizen en de kerken verzwakten en Schokland verpauperde heel erg. Het werd wel beschreven als de armste gemeente van Nederland en in 1859 besloot de regering vanwege het overstromingsgevaar en de aanhoudende armoede om het eiland te ontruimen. Dat leverde een vrijwel verlaten eiland op. Pas in 1942, toen de Noordoostpolder werd drooggelegd, dat was dus midden in de oorlog, toen mochten er weer mensen wonen. Dus het heeft heel erg lang geduurd voordat hier mensen mochten wonen. Er was wel sprake van enige bewaking. Dat was wel zo. Schokland is een goed voorbeeld van de niet aflatende strijd van Nederland tegen het water. Wat ook een eind verderop is te zien aan de haven. En dat is wel heel erg bijzonder. Het is een complete haven, alleen zonder water. Begin 19e eeuw voeren hier schepen aan. En die gingen schuilen voor storm en ijsslag. Inmiddels is het drooggelegd. Vroeger was het ook een hele dramatische ervaring dat de 650 inwoners die hier woonden door de overheid werden verplaatst. Die moesten hun hals over kop, alles achterlaten en met enige tegenzin. En tegenwoordig worden er nog steeds archeologische vondsten gedaan, omdat mensen zoveel dingen hebben achtergelaten. Maar toen hier nog wel water lag, was dit eigenlijk een schuilplaats. De schepen die voeren hier aan om te schuilen, zoals ik zei. En daar als we hier naar rechts gaan, dan ziet u een klein huisje. En daar was vroeger de misthoorn. En de misthoorn was een apparaat waarop geblazen werd. En dan kwam er een koe-achtig geluid uit, zodat de schepen gewaarschuwd werden. Opvallend van dit landschap is dat het meeste polderlandschap nadrukkelijk vlak is. En hier kun je echt een van de laatste verschijnselen zien van hoe zag het er vroeger uit, de zeebedding en waar heeft het water gestaan. Een haven midden in de polder, heel apart. Urk is het voormalige eiland dat nu op het droge ligt. Maar nog steeds is de visvangst een belangrijke bron van bestaan en inkomsten. Zo ook voor de Urkervissers Luc de Boer en Johannes Schenkel.
even wat plaatjes en beelden die het vissersbestaan markeren. Mijn naam is Lut de Boer. Lut de Boer, oké. Okay. Ja. Ja? En jij bent? Johannes Kenkel. Oké. Okay. Dat is het. Nee, normaal gesproken vissen we eigenlijk het meest op kanaal. Ja. Voor de Nederlandse kust. Ja. Ook wel voor de Duitse kust in de winterdag. Ja. Dus en dat is. Nu op dit moment is de kreeft. De kanalen zijn ook wel goed, maar de kreeft heeft niet zo beter. Ja. En even kijken, hoe ga je door het Noordzeekanaal? Of, nee, ga je... we gaan altijd via Korwet. Oh, Korwet, dus via de Arlingen en dan naar buiten. Afsluitdijk, ja. Ja. Oké, okay, leuk man. Ja, want die visserij ligt in de Noord. Ja. En hoe lang ben je dan weg? Nou, wij vissen altijd tot de maandag. En van de maandag weer tot de maandag, denk ik. Van de maandag tot de maandag? Ja. Maar ja, de zondag... Denk, misschien hebben we nou een dinsdag binnen zijn en dan een dinsdag ga ik weer weg tot een maandag. Ja, de zondag is toch ook belangrijk in Urk, hè? Dus... Op Urk is het. Oké. Okay. En wanneer ga je weg nu? Nee, ik hoop morgen nog dat we weg kunnen. Oh, morgenochtend. Ja. Dus, okay. Dan gaan we draaien en dan wat andere klusjes doen en dan hopen we morgenavond een beetje te kunnen vissen. Ja, mooi man. Dus, veel succes. Ja. Over enkele jaren moet Nederland het doen zonder olie, kolen en gas. Daarom komen er steeds meer windparken bij, zowel op zee als op het land en in het IJsselmeer. Het gaat om indrukwekkende parken. Een bescheiden reportage die later leidt tot een discussie tussen vader en zoon over het verbrassen van energie door de babyboomers en de rekening die de millenniums gepresenteerd krijgen. Het windpark Noordoostpolder is een van de grootste in Nederland. Het zijn 86 windmolens, waarvan een aantal op het land en ook een groot gedeelte op het water. Het is een gebied wat goed is voor 1,4 miljard kilowattuur. En dat is voldoende voor 400.000 huishoudens. En daarmee sluit Nederland heel goed aan bij het Europese Energieakkoord. En het is ook de bedoeling van dat er ook steeds meer van zulke soort windmolensparken bij zullen komen. Daar in de verte, daar is Urk. Urk heeft zich jarenlang daartegen verzet. Maar het hebben van windmolens is geen horizonvervuiling. Maar het is iets wat gewoon erbij hoort in Nederland. We staan hier bij een windmolenpark. Maar ik ben van de generatie waarbij het niet op kon. Dus er was elektriciteit was er genoeg. Water was er genoeg. Gas was er genoeg. En nu staan we bij een windmolenpark. En jij bent de volgende generatie. Hebben wij het goed gedaan? Nou ja, er wordt wel eens gezegd dat millennials te veel last hebben van burn-outs en dat ze zich aanstellen. Maar ik denk dat de babyboomers toch wel verantwoordelijk zijn voor een hoop problemen die wij moeten oplossen. En dat wij zo meteen het potje moeten vullen van de vergrijzing. Ik weet niet of je het daarover hebt. Nee, niet, ja, nou de vergrijzing natuurlijk ook, maar ook zeg maar van de manier waarop we zijn omgegaan met energie wisten wij veel. We dachten dat het onuitputtelijk was. Ik denk dat oplossingen als windmolens en dat het de goede richting op gaat. En dat we iets te lang hebben gezeten klooien met aardgas en andere fossiele brandstoffen. Oké, dan ben jij bijna 30, hè? En ik ben 66. Hoe ziet de wereld dan volgens jou over, als jij zo oud bent zoals ik, dan eruit? Hebben we dan nog gas, hebben we nog elektriciteit? Draaien we dan op windmolens? Dus gas, hoe zie je dat? Lastig om te zeggen. Kijk, wat ik wel bij mijn eigen generatie zie is dat er heel veel gebeurt op het gebied van innovatie. Er zijn ook bijvoorbeeld heel veel blockchain partijen bezig om de wereld een stukje beter te maken en te zorgen voor alternatieven voor fossiele brandstoffen. En ik denk dat dat de komende decennia toch wel het een en ander gaat veranderen. Dus dan kunnen we jullie babyboomers toch nog een klein beetje compenseren in eventuele schade. En zal het genoeg zijn? Weet ik niet, want de bevolking neemt ook toe. En dat zorgt er ook voor dat innovatie niet overal tegelijk omhoog gaat. Dus, maar ik denk dat
continenten of gebieden zoals Europa en Noord-Amerika hier de leiding in moeten nemen en het goede voorbeeld moeten geven aan de rest. Maar laten we vooral beginnen in Nederland. Dus het heeft geen zin wat de Don Quixote deed te vechten tegen windmolens. Ze moeten er komen. Ja, nou ja, ik denk dat het wel in ieder geval een goed begin is. En mensen hebben het wel eens over horizonvervuiling, maar ja, ik vind het eigenlijk best wel vredig uitzien. Het zijn echt een paar enorme turbines, het ziet er heel imposant uit, je hoort ze bijna niet. En als ik nu om me heen kijk, zie ik letterlijk geen één persoon behalve jou. En liever horizonvervuiling dan voor vervuiling. Het Drentse Frederiksoord is de bakermat van de zogenaamde koloniën van weldadigheid. Dat is het unieke verhaal van Johannes van den Bos, die vanuit zijn ideologie geloofde in een maakbare samenleving. Door huisvesting, werk, scholing en zorg wilde hij de paupers uit de stedelijke gebieden die het veel minder hadden dan anderen een beter leven bieden. Hiervoor stichtte hij in 1818 de zogenaamde Maatschappij van Weldadigheid. Een unieke geschiedenis waarvan de sporen nog steeds zichtbaar zijn in het landschap. Een plek waaraan middels diverse initiatieven, geïnspireerd door het gedachtegoed van Johannes van den Bos, een nieuwe betekenis wordt gegeven. Vandaag de dag beheert de stichting Landgoederen en Huizen. Er is ook nog een museum. De man die daar alles van weet, is projectleider van de stichting Douwe Huizing. Het nieuwe bezoekerscentrum Annex Museum Huis van Weldadigheid hier in Frederiksoord. En dit is de plek waar het eigenlijk allemaal begon met armoedebestrijding in Nederland. Begin 19e eeuw kwam Johannes van den Bos op het idee om heel gericht, grootschalig de armoedebestrijding aan te pakken. Want Nederland en eigenlijk ook heel Europa was tot armoede vervallen na alle ellende van de Napoleontische oorlogen. Economie was ingestort, et cetera, et cetera. Er werd heel veel armoede geleden, zeker in Nederland. En Johannes van den Bos, generaal-majoor in het Nederlandse leger, die wilde daar iets aan doen. En zijn initiatief is eigenlijk het eerste grootschalige experiment geweest om mensen niet alleen maar van brood te voorzien, maar vooral ook van werk, van onderdak, van scholing, van zorg. Allemaal met de bedoeling om mensen zelfredzaam te maken, zodat ze uiteindelijk hun eigen geld konden verdienen. En dat was op die schaal nieuw. In Frederiksoord is de eerste proefkolonie gestart met 52 gezinnen in 52 koloniehuisjes. Het gebied was eigenlijk helemaal woeste en ledige heide. Is door Johannes van den Bos opgekocht en omgevormd tot een kolonie met rechte lijnen, lapjes grond die de kolonisten zelf konden bewerken en uiteindelijk dus ook hun eigen geld konden verdienen. Dat was de essentie van de armoedebestrijding hier in Frederiksoord. En dat is allemaal het begin geweest van het opbouwen van landbouwkoloniën, waarbij Johannes van den Bos in 7 jaar tijd 7 koloniën heeft gesticht, niet alleen hier in Frederiksoord, maar ook in Wilhelmineoord, Willemsoord, Onderschans, eigenlijk een strafkolonie. Want ja, het bleek dat mensen zich natuurlijk niet altijd gedroegen zoals dat gewenst was. Veenhuizen en in België, het voormalige of het huidige België, ook 2 koloniën in Mesplas en Wortel. Een bezoek in het kader van meer kan niet eindigen zonder beelden van een meer. In dit geval het Snekermeer, waar op 8 augustus behoorlijk druk was in verband met de Sneekweek. Tijdens het draaien van de film konden we flink wat afkoelen dankzij de eerste regenbui sinds weken. Een afscheid van een droge periode van enkele maanden waarin het niet meer, maar minder regende dan ooit tevoren.